Zondag de wedstrijd tegen FC Utrecht, de club waar je voor, ja, tot vorig jaar nog voor speelde. Is, was dit een wedstrijd die je gelijk al gemarkeerd had in je agenda? Ja, zeker wel. Die stond zeker wel uh, groot omcirkeld in mijn agenda. Dus ik uh, ben heel blij dat die, wedstrijd, uh, zondag, uh, dat die wedstrijd er is zondag. Ja, het is de allereerste keer ooit dat je te, uh, tegen Utrecht gaat spelen. Je hebt uh, 12 jaar lang bij die club gespeeld. Hoe is het om daar tegen te gaan spelen? Ja, voor mij ook nieuw. Nieuwe ervaring natuurlijk. Wat je net zegt, ik heb daar 12 jaar lang voor gespeeld. En nu wordt het de eerste keer in mijn carrière dat ik tegen Utrecht ga spelen. Dus uh, ik heb daar heel veel zin in. Ja, zorgt dat nu van tevoren voor een beetje een gek gevoel al? niet Niet speciaal een gek gevoel. Maar wel gewoon een gevoel dat ik zeg maar, wel een extra boost krijg. Gewoon omdat het natuurlijk mijn oude club is. Dus het is wel een gevoel dat ik gewoon een extra boost daarvoor krijg. Ja, het is wel anders dan uh, dat je andere clubs in de eerste. speelt. Ja, dus zeker wil. zeker. Heb je dan uh, afgelopen week nog veel contact gehad met je oude teamgenoten Ja, ik heb wel gewoon nog contact met oude, de jongens die daar spelen. Maar deze week heb ik eigenlijk niet heel veel contact gehad met jongens. Ja, het is gewoon meer van als we elkaar spreken, spreken we elkaar. Ze dus kan niet spreken, spreken we elkaar niet. Maar, zoals zeg maar zondag ga ik ze allemaal weer zien. Dus gaat het toch vast wel een momentje zijn dat ik toch wel weer veel contact met de jongens ga hebben. Heb je het contact een beetje afgehouden deze week? Niet bewust of zo. Maar het is toch wel ergens. Dus we eindelijk spelen samen tegen elkaar zondag. Dus na de wedstrijd kan je weer met elkaar gaan lachen of dit of dat. Maar nu even gewoon gefocust lekker op de wedstrijd van zondag. Ja, het is het ook een wedstrijd waarin je veel familie en vrienden uitnodigt? Ja, zeker. Veel familie en vrienden gaan ook komen. Uh, het is ook voor hun nu om het eerste keer tegen Utrecht te zien spelen. Dus iedereen wil daar aanwezig zijn. Ja, je bent uh, nu drie maanden ongeveer bij Sparta. Uh, hoe bevalt het tot dusver? Voor mij bevalt het heel goed. Uh, wat ik in een van de eerder interviews heb aangegeven, dat ik zeg maar, ik ben gekomen om uiteindelijk een plekje te veroveren in de basis 11. Dat is mijn geluk. En nu sta ik er wekelijks. Dus makkelijk wekelijks de 90 minuten vol. Dus uh, daar ben ik het eigenlijk voor gekomen. En ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin hier. Ik voel me thuis, wat ik al zei eerder. En ja, het is gewoon een familiegevoel. Dus het voelt gewoon echt goed hier bij mij, voor mij hier bij Sparta. Ben je ook een beetje gewend geraakt in Rotterdam? Ja, eigenlijk wel. Ik ga nu ook gewoon alleen de stad in en zo. Dus ik ken Rotterdam natuurlijk wel al een beetje. Maar nu voel ik me ook gewoon wel... thuis, wil ik niet zeggen. Maar ik voel me echt helemaal mogelijke hier bij Rotterdam. Dat wel. Precies. De ja, afgelopen week was het natuurlijk een Interlandbreak. Uh, ja, je hoeft er geen wedstrijd te spelen met Suriname. Maar hoe heb jij die week uh, beleefd? We uh, hebben het heel veel van met de familie. Met familie zijn we natuurlijk, als je dan meestal naar de Interlands weg gaat. Ben je naar ver verhuis of ja, dan ben je niet met familie? Dus, dit was echt een gelegenheid voor mij om samen met mijn familie te kunnen zijn en leuke dingen te doen met mijn familie. Precies, ja. En je ging, denk ik, ook met een goed gevoel in door die ruime zegen die je vlok voorboekte boekt op Ja, dat, dat zeker. Met die zegen die je boekt, ga je natuurlijk echt lekker te laten breken. Ja, kijk je nu twee weken later terug op die wedstrijd? Uh, ja, uiteindelijk een wedstrijd van onze kant die uiteindelijk met 4-1 wint. Dus, ja, kan je van de wedstrijd vinden goed of slecht, kan je van de best, maar uiteindelijk. ...wenen met 4-1, dus achteraf is dat gewoon goed. En ja, de drie punten zijn binnengehaald, dus dat is het belangrijkste uiteindelijk. Maar niet uit hoe je ze binnenhaalt, maar dat ze binnen worden gehaald. Zondag de wedstrijd tegen FC Utrecht. Die ploeg heeft het lastig, staan 16 in de Eredivisie. Doet het jou pijn om te zien dat een ploeg die een speciaal plekje in jouw hart heeft, het zo lastig heeft dit seizoen? Ik wil niet speciaal zeggen pijn of zo, maar ja, toch wel... ...je bent zeg maar niet gewend van een club als Utrecht, dat ze zeg maar zo laag staan. Dus ik wil niet direct zeggen pijn, maar... Ik ben wel anders gewend, want in de jaren dat ik daar heb gespeeld zijn ze volgens mij nog nooit op een 16e plek überhaupt geweest. Dus het voelt wel een ja, gek gevoel, maar het doet niet pijn of zo, dat niet. Nee, precies. Ja. Je hebt natuurlijk wel de voorbereiding bij die club meegedraaid eigenlijk volledig. Uh, ja, kan dat een voordeel zijn voor aankomende zondag? Dus, ja, ja, jawel, want ik ken natuurlijk de spelers natuurlijk. Dat ken ik wel, maar ja, wat je zegt, het is ook een hele andere trainer. Dus ik weet niet wat voor spulstel hij zeg maar, in het team heeft gebracht. Dus, er kunnen hele nieuwe dingen zijn gebeurd, maar ik ken de jongens waar ik op ga staan of de jongens die ik tegen ga spelen. Die ken ik allemaal gewoon. Ja, precies. De individuele kwaliteiten zou je wel kennen, ja. Maar zie je dat er tactisch wel veel veranderd is sinds die trainerswissel? Jawel. Ik zie wel dat ze met een andere energie echt spelen. Dus dat zie ik wel weer. Dus ik zie wel dat er wel echt iets veranderd is sinds die trainerswissel. Ik kan me voorstellen dat je Utrecht wel meer volgt dan alle andere clubs in de Eredivisie. Is ja, natuurlijk. Ja, het is mijn oude club, natuurlijk. Dus natuurlijk volg je ze wel. Dus uh, ja, dat eigenlijk wel. Als ja, je bent goed voorbereid voor het jaar. zeker. Doe veel succes. Dankjewel.